Malcolm TV. Malcolm TV. Ik ben Pie Veres. Ik heb onder andere geschreven Geen Mijmer Amsterdam. En ik zou u bijzonder aan willen raden om vooral naar Mokum TV te kijken. Het is echt een Mokums en Amsterdams programma. Now brought to you by Amsterdam Television and Mokum TV in the Netherlands. The history of local television in Amsterdam. Hij mee naar Mokum, bij dag en bij nacht. Waar jij op me wacht. Ik mis al die dingen, zo oud en vertrouwd. Heimwee naar Mokum is ook heimwee naar jou. Als een broer hield ik van jou. Zie je nog daar op de stoep staan? Je stond te rillen van de kou. Zonder huis en zonder centen, zelfs je vrouw die was je kwijt. Ik zei kom zo lang niet wonen, maar waarvan heb ik nu spijt? Yeah.
praten. Vertel, wat moet ik vertellen? Over wat je doet. De huizen, de klusjes thuis bij de mensen. Het schilderwerk, de ramenlappen, dingen ophangen, van alles. Oké, als je thuis wil hebben, wat moet ik dan doen? Dan ga je op internet, ga je www.onzesaar.nl intoetsen. En daar vind je alle informatie over Onze Saar. Liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople now. It's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul.
Ja, want jij geeft van tevoren kwaliteiten aan wat je kan. En daar bij zo'n gezin word jij ook geplaatst. Ja, het is een zaar. Ik ben echt zaadje. Jij bent de burgemeester dus? Ik ben de burgemeester. Ja. Oké. Okay. Dus jullie twee werken echt? Wij zijn de echte werkers. Ja. Dit is Jos. Dit is onze technische zaar van onze zaar. Vertel wat. Vertel, wat moet ik vertellen? Over wat je doet. De huizen, de klusjes thuis bij de mensen. Het schilderwerk, de ramenlappen, dingen ophangen, van alles. Oké, en als ik jou thuis wil hebben, wat moet ik dan doen? Dan ga je op internet, ga je www.onzezaar.nl intoetsen. En daar vind je alle informatie over onze zaar. En kan je ons een aanvraagformulier toesturen. En onze zaar die doet huishoudelijke klusjes, babysitten. We hebben gastouders, thuiszorgmedewerkers en hulp in huis. En Tineke, kun jij deze heer even aan ons voorstellen? Wie is deze meneer? Ja, dit is de heer Fred Nachtegaan en dat is de vestigingsmanager van CW Oost en daar werk ik. CW Oost, dat is klonen en... Centrum werk voor werk en inkomen. En wij zitten op de Wieboudstraat. Oh, dat is die club van, Ahmed Abu Talib? Nee, die is van de dienst werk en inkomen, maar we werken wel heel nauw samen. DWI en CWI en het UWV werken ontzettend nauw samen. Nee, ik hou sinds kort bezig met niet-westerse jongeren. Met wat voor jongeren? Jongeren die, allochtone jongeren, dus niet-westerse jongeren. Nee, want zij zou ze ook aan een witte baan helpen. Ja. Geen zwarte banen, dat is niet de bedoeling. Ik probeer jongeren die een opleiding niet hebben afgemaakt, alsnog een startkwalificatie te laten behalen. Dus dat betekent, mogen ze starten. En dat betekent dat ze dan terug naar school gaan. En een startkwalificatie wil zeggen een mbo-diploma op niveau 2. Heb jij al een startbewijs? Startbewijs van de buurt. Ja. Zonder startkwalificatie mag je niet werken? Mag je wel werken, maar dan wordt het wel heel lastig om werk te vinden. Dan blijf je veel hangen in schoonmaakbaantjes. Nou, niet dat jullie het over schoonmaakbaantjes. Saar is namelijk... Nee, maar één ding. Nee, Saar is best wel een belangrijke persoon in het gezin. Ja, we leven inderdaad kwaliteit, maar ook... Saar is ook zeg maar de speel in een gezin. En het is niet zo dat we alleen maar komen schoonmaken. Dus jij moet de startkwalificatie bij haar halen. En dan blijf je niet langer meer hangen die schoonmaken. Nee hoor. Nee, zo makkelijk is het niet. Maar ook bijvoorbeeld de boodschappen doen, de hond uitlaten. Een stukje administratie is mogelijk. Timmeren. Bijvoorbeeld. Dus het is het hele huishouden. Strijken. Het is heel afwisselend. Kun je een beetje strijken? Ja. Dat is mijn enige minpuntje, maar dat weet men. Ik heb weer andere kwaliteiten. De hond uitlaten. Ja, geen probleem. Ramenlappen, klusjes in huis, schilderen, timmeren. Hij doet wel bijvoorbeeld de ramen, maar om echt op daken te gaan klimmen met de Sinterklaas niet, dat doen we niet. Nee. Gewoon echt werkzaamheden in huis. Want er zijn tegenwoordig is daar ook bepaalde regelgeving voor. Zelfs voor gewone glazenwassers. Je mag niet zomaar meer op een ladder gaan staan. Nee, en er moeten stellingen voorkomen. Juist. Dus ook voor een dakgoot. We houden de Arbo-regelgeving erg in de gaten. Okay. Maar zijn jullie nou eerder voor de mensen met een dikke portemonnee? Zeg maar, je gaat naar de gewone thuiszorg en je wordt op een wekenlange wachtlijst gezet? Dat is een persoonsgebonden budget. En dus je kan zelf zorg inkopen tegenwoordig. En dan kan je dus kiezen voor bijvoorbeeld onze zaar als thuiszorgverzorger. Dan in plaats van de Amsterdam thuiszorg. Die zal er helemaal niet blij mee zijn als ik dit zeg. Maar daar krijg je continu een andere persoon. En bij onze zaar, wij maken afspraken met één zaar die gewoon op de afgesproken dagen komt. En dat vinden heel veel mensen heel prettig.
baas van de Amsterdam thuiszorg. Die zal daar helemaal niet blij mee zijn als ik dit zeg. Maar daar krijg je continu een ander persoon. En bij onze SAAR, wij maken afspraken met één SAAR die gewoon op de afgesproken dagen komt. Ja, nou, het is zo dat je maakt een overeenkomst, maken wij tussen het gezin en onze SAAR. Mm-hmm. En als het gezin zegt van nou, hier hebben we echt geen zin meer in, dan plaatsen we een andere SAAR. Okay. Ja, of je zegt het contract helemaal op natuurlijk. Dat kan maar, ook altijd. Ja, nou, het is een opzegtermijn van een maand. Okay. Ja. En hoeveel kost zoiets per uur? Dat is afhankelijk van de tak. Als je een PGB hebt, is belastingvrij, dat is €15 per uur. Maar dat ligt dan ook weer aan de verzorging die je nodig hebt. Mm. Stel dat je echt verpleging nodig hebt, dan ligt de prijs een stuk hoger. Dan komt er een verpleeghulp bij. Ja, ja, en die zijn gewoon duurder. Dus we zitten zeg maar tussen de €15 en de €24 per uur. En zelfs als het hele intensieve verpleging is, kan het nog hoger zitten. Mm. Maar, nou ja, goed, dat is zo specifiek. Ja, dat gaat heel goed. Ja? Ja, nu is het zo dat we hier ook werken met een DWI-traject, ja. Dus voor de hulp in huis. Mm-hmm. Maar we werken met zelfstandigen in de thuiszorg en als gastouders. En overigens, de DWI, want dit zijn DWI-zaren, die zijn inmiddels ook aan het werk als gastouders. Dus voor jullie ook gelijk duidelijk, hè? Zo. Ja, ja, want ik was ook niet echt op de hoogte. Maar ja. Ik denk dat het ook interessant is voor mijn jongeren. Je ja, weet precies, het nooit. Ja. Zeker voor de dames.
maar niets meer. Zeg maar niets meer, jij was zomaar.